Wat zin in? Nee? Nee, met zo'n bal. Loop. Jij zo'n stier? Met een stier. Nee. Kun je niet drinken, hè? Nee, bedorven biefstuk, zalm over de datum en rundvlees dat paardenvlees blijkt. Vertrouwt u het eten nog? Voor iedereen die dat niet meer doet, is er hoop in de vorm van een speciale voedselscanner. Nu zijn ze altijd kopen op internet. Dus in principe kun je zo'n apparaatje nu kopen. Als je bijvoorbeeld iets wilt weten over de samenstelling van je voedsel, dus watergehalte, vetgehalte of eiwitgehalte, zou je hem nu gewoon kunnen kopen voor een redelijke prijs. En dan zou je hem al kunnen gebruiken daarvoor. Nou, we hebben hier een 48 plus kaas en een 30 plus kaas. En nou, de ultieme test is natuurlijk even om te meten of die ook verschillen meet. Nou, komt met de uitslag hier. Dat is 32% vet. En op de achterkant van de verpakking staat dat het ongeveer 31% vet. Dus best een goede benadering van wat er achter op de verpakking staat. Dan nu hebben we de 30 plus kaas, dus minder vet. Dus als het goed is moet er ook minder vet uitkomen. Zo. Ja, inderdaad, dan zie je eerst dat 20% vet op de achterkant van de verpakking en de scanner geeft 31% vet aan. Dus ja. Hij meet echt de chemische samenstelling van het product. Ik vind het zelf ook leuk, want ik neem hem vaak mee, ook in mijn binnenzak. En dan denk ik, nou, ga even testen. En dat is het leuke daaraan, hè? Dus dat je meteen eigenlijk met je voeten in de monden staat en het meteen ook kan testen in de praktijk voor mensen thuis. Ik heb hem hier ook. Maak me gek, hoor. Wat kunnen we ermee? Je hebt hem, dat is het. Ja, je kan er dus kijken wat je eigenlijk voor je hebt liggen en wat er allemaal in zit. Ja. Nou, hij deed net voor met kaas, maar je kunt bijvoorbeeld ook een appel. Ik heb hier een groene, zure appel en een rode, wat zoetere appel. En dat kun je dus kijken of dat ook echt zo is met dit apparaatje. Kijk, ik ga bijvoorbeeld of het een groene appel of een rode, maar dat zie je toch? Nee, maar je kunt zien hoeveel suiker er bijvoorbeeld is. Kijk, ik ga hem scannen. En dat zien we op de achtergrond, hè? Kun je dat zien? Ja, je ziet het op het scherm als hier, het goed is. Kijk. Analyzing. Oh. Wat is dit? Gaan we nog een keer doen. Zal je altijd zien, hè? Ja. Scannen. Stop. Stop pointing. Stop. Spectral fingerprint. Het gaat lekker. We proberen hem nog een keer, jongens. Okay. Hoe werkt dit nou? Snuffelt hij nou? Hij kijkt dus met infrarood. Of kijkt hij naar het licht? Naar infrarood. Kijkt hij min of meer gewoon naar wat hij voor zich heeft. Hey. En nu doet hij het. Nu zie je dus 8% carbs. In dit geval moet je dat zien als 8% suikers die dus in deze appel zit. Nou, dit is die zure appel. 35 calorieën. En dan kijk je naar de zoete appel. Dus 8% was de vorige. Ik denk dat dit meer is. Wat denk jij, Ralf? Ik denk dat je zie je de zoete appel is net 15% suikers. Dan denk je, wat heb ik eraan? Maar hiermee kun je dus inderdaad kijken of wat jij voor je hebt, of daarin zit wat er op het etiket staat, dat er ook in zou moeten zitten. Maar dan ben je wel heel neurotisch bezig met je eten te checken, denk ik. Ja, nou, we hebben het verleden gezien dat je soms dingen koopt die in de praktijk heel andere dingen blijken. Maar nu versheid, salmonella en de zalm, poep op de biefstuk, dat soort zaken. Ja, nou, dit wat ik nu deed is inderdaad echt nog vrij simpel. Maar ze zijn nu echt dit aan het ontwikkelen bij de Universiteit van Wageningen. Dit apparaatje, dat is nu zo'n paar maanden oud, een halfjaartje. Nou, dit kan nu kijken hoeveel suiker, hoeveel calorieën erin zit. Maar ze zijn nu dit apparaatje dingen aan het leren. En dan kan hij dus straks inderdaad zien hoe oud deze appel is. Of hoe oud dit stuk kip is. Dat willen we weten. Of je dat nog kan eten. Dit ding, dames en heren, stond al de hele middag je ziet het misschien op de redactie. Nou, trek hem even open. Hij staat bol. Dus kunnen we dat goed zien? Hij staat bol. Is het al te koop? We gaan even kijken hoeveel. Hij is al te koop, Hij kost zo'n 250 euro. Ja? Nee, trek maar open. Trek hem ondertussen open. 250 euro kost dit ongeveer. Ja, nou, je hebt er meerdere varianten van. Deze heb je, maar je hebt er ook eentje van een ander Amerikaans bedrijf. Telspec is dat. En jullie nou mijn vraag om dit open te maken? Want ik kan dat helemaal niet. Ik ben daar heel slecht in. Hoppa. Oh, zeg het dan, maar dit is... Je hebt het wel eens in de keuken, dus alsjeblieft. Niet oké. Okay. Heb jij vroeger in de horeca dit geweest? Dit is een verre, jongen. De Telspec is deze. Dan kun je ook zien hoe oud brood is en hoeveel erin zit, onder andere. We hebben er... Kijk, dan zie je dus, dit zit dus in je brood, of er gluten in zitten. Dit is een andere variant waar je echt daadwerkelijk een stukje van je kipsalade erin stopt. Ja, dat gaat dus niet werken. Wie wint er volgens jou, Onno, als het om dit soort dingen gaat? Wat zeg je? Wie wint er qua scanners? Dit ding, ik vind die van Bart wel leuk, maar dat komt omdat ik hem Deze heb je ook nog, hè? Dit is de mooie naam, de Food Sniffer. Jong, maar dit wil je toch niet op tafel zetten? Of wel? Ja, dit is nog een wat vroege ontwikkeling, maar over een jaar of twee moet dit ook een klein dingetje zijn. Zo zie je dus dat er echt een race gaande is tussen producenten die de beste scanner kunnen produceren. Dan lopen we binnenkort allemaal met zo'n apparaatje door de kip. Scan hem maar even. Nou, scan ik ondertussen de kip. Nou, het zou heel goed kunnen dat we inderdaad binnenkort allemaal door de
supermarkt loopt met zo'n ding. Niet met zo'n dingetje, maar dit kun je natuurlijk inbouwen. Weet je wat? Ga jij die kip even scannen? Dan kijk naar ZUD, dat had wel begrepen. Straks de uitslag van of de kip wel vers is. Bart gaat nu scannen. En week in Den Haag van Frits Wester met Playmate Anchilla als lijsttrekker. En Denk maakt weer eens ruzie. Over een paar minuten. Tot zo.